Waar ik het over hebben samen aankomen is, zijn we klaar voor een grote wedstrijd? Dat bedoel ik dan, een grote wedstrijd, een grote inspectiewedstrijd. Zal ik doorbreken. Twee keer terug werden gebeld door Wouter Zomer van dat dit kans zich voor zou doen. Dus we hadden vrij weinig tijd om de presentatie voor te bereiden. Maar die kans wouden we absoluut niet laten lopen. Aanval van Neuvel staat naast een collega van Rijkswaterstaat, Frank Jansen. Ook een collega van Waterschap Rensel bij Delta en ik. Wedstrijdervaring, daar gaat het om. Ja, in Nederland verliezen we steeds meer wedstrijdervaring. We krijgen steeds minder kans om echt goed hoogwatertje mee te maken, zeg maar. En dus ook de signalen van zo'n goed hoogwater te bekijken. En ja, als je dan een keer echt die grote wedstrijd krijgt tegen dat hoogwater, ja, hebben we dan genoeg ervaring om zo'n wedstrijd te spelen. Nou, je voelt natuurlijk een klein beetje eraan toe raakt. Die ervaring kun je misschien nog op deze manier ook nog gaan doen. Daarom hebben Rijkswaterstaat en Unie van Waterschappen hebben eigenlijk het ZBW-team opgericht. Het kiezer-expertteam voor waterkering. Kom straks er even op terug. Eerst even een paar vragen aan jullie. Wie van jullie heeft in deze zaal beste ervaring? En ik bedoel beste ervaring met een echt significant voorwaardje. Dus niet het afgelopen voorwaardje. Maar kijk, ik zie maar één vingertje en zie ik maar opgaan. Ja, dat is natuurlijk super weinig. En we zien het ook gewoon in onze wereld met inspecteurs en alles meer. Ik ga natuurlijk even een aanvullende vraag hebben. Welke situatie heb je meegemaakt? Nou, de situatie van 1995 was ik dus eind van de oorlog voor de waterveiligheid binnen Utrecht. Hey, dat is wel, was wel even spannend. Dat was zeker spannend. Ook. Ja. Dankjewel. Ager, die zal ook een baan tijdens zo'n wedstrijd. Dat is echt een wedstrijd. Dan maak je zoveel dingen mee die je normaal zo in oefeningen zo niet krijgt. Ik heb zelf ook gelukkig ervaring van aan die buitenland. Die dingen die er op je afkomen, die dingen die je ziet, die kun je gewoon niet in de oefening proppen. Dus je bent echt op zoek naar deze ervaringen om zo goed mogelijk een beeld van binnen, van buiten naar binnen te kunnen brengen. Dus ja, wat dat betreft lijkt ons een hele mooie kans die eraan zit te komen. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk, wie heeft dan, ik hoef de vraag niet meer te stellen, wie heeft dan noodmaatregelen moeten nemen of kunnen uitvoeren? Nou ja, het is maar eentje, zal Gerard waarschijnlijk ook zijn. Dus ook gedaan, nou kijk nou, fantastisch. En de bestrijden van het Brest hoef ik denk niet te vragen, want ik denk dat niemand hier in de zaal daar ervaring meer zal hebben, verwacht ik. Misschien Wout nog in het buitenland, maar... Nee. Ik zat alleen even te denken aan mijn tijd bij het Wetterskip. Toen hebben we in november 2006 een aardig stormpje gehad. Dat was die storm waarbij ook die paarden aan het verzuipen waren. Ja, maar... En nou ja, dat was absoluut geen wedstrijd, maar ondertussen in die nacht, dan waait het best wel. En dan zie je toch wel, als dit al geen wedstrijd is en het gaat zo tekeer, kun je nagenoeg het is als het echt een wedstrijd is, want dan kan je er echt niet meer zijn. Ja, klopt. Dus het is wel indrukwekkend als je dan langs de kust staat met een storm. Ja, dat hadden wij in 2018 ook, hè, de afgelopen januari met de storm. Maasblokken krijgen we in ons gebied, hè, dus Weto Delta is in de buurt van Zwolle, zeg maar, het gebied. Maasblokken krijg je daar niet echt enorme harde windvlagen, maar deze keer was het echt volle bak. En als je zag hoeveel bomen bij ons op de dijken gevallen zijn en hoeveel er ontworteld waren naar beide dijken, ja, dat is gewoon indrukwekkend. In combinatie met een hoogwater, ja, bedenk je bij een oefening niet, dan heb je alles weer bij elkaar. Super leerzaam. Nou, wat is nu het ZW-team? Ik had het zojuist al even over gehad. Het is eigenlijk een team wat landelijk elkaar zou kunnen versterken. Dus een team van waterkeringbeheerders, zeg maar. Daar zitten de specialisten in, maar zit ook de dijkinspecteur zitten erin. Die kunnen elkaar versterken. Stel nu dat ergens in Nederland een hoogwater is die wat langer duurt of je hebt wat hulp nodig, dan kun je vanuit dat team zou je elkaar kunnen versterken. Als je pech hebt in hetzelfde systeem, dan ben je niet beschikbaar. Maar we soms ook kunnen dat Zuid of Noord elkaar wel kan helpen. Dus dat is eigenlijk wat eigenlijk het hoofddoel van het verhaal is. Dus bij langdurige dreigingen kunnen ze elkaar versterken. Maar je kunt ook van elkaar leren. Hè. Voorvallen die je hebt meegemaakt, kun je elkaar delen. Als je in één keer een netwerk op hebt gezet, deelt dat ook veel makkelijker. Dat is wel de ervaring. Nou, waar ze ZW inzetbaar voor worden, is het stellen voor diagnose en inschatten van risico's bij dreigen tot vallen van de waterkering. Dus de specialisten zitten ook in dezelfde stramien, dezelfde groep. Adviseren voor inzetten voor noodmaatregelen, dat is misschien ook een mooie kans om straks dan weer te leren. En het vaststellen van het beeld van de ernst van de situatie in de dijk van overstroming. Je merkt wel, van de week met de presentatie, dan zie je een paar beelden en dan heb je toch een ander scenario in de gedachten bij elkaar. En het is gewoon heel mooi om er met elkaar over te sparren. Ik weet wel, als je tijdens een hoogwatersituatie zit, dan heb je echt behoefte aan om eens een keer met iemand anders te sparren van, ja, hoe denk jij er nu over? Hè? Zitten we nu op de goede weg? En dat is gewoon mooi als je het ook met een ander waterschap of een andere instantie zou kunnen. Ik denk super handig. ZW is eigenlijk niet alleen opgericht voor Nederland. Er zit nog een afgeleiding. Er is het ITAF-team. En het ITAF-team is ook echt
om ervaringen en kennis in het buitenland te kunnen ophalen. Dus als er erg een hoogwatersituatie voordoet, bijvoorbeeld in Amerika, Engeland, maakt het eigenlijk niet uit waar, dat wij dan ingezet kunnen worden, niet alleen maar om te helpen, maar zeker ook om te leren. En die leerervaring die we daar doen, die willen we heel graag weer delen met de mensen vanuit het ZW-team. Je staat live in verbinding. We kunnen één op één inspectieresultaten doorgeven naar welke computer in Nederland dan ook. En daar kunnen onze specialisten mee rekenen. En zo kun je weer kun je zien dat je elkaar weer kunt versterken en van elkaar kunt leren. Kans, wil je deze pakken? Ja, deze pak ik. Wij zien zeg maar wat er allemaal staat te gebeuren in de Hedwig en Prosperpolder als één grote kans. Met name om die wedstrijdervaring op te doen voor het inspecteren van een kering die op het punt staat te bezwijken. Tot wanneer durven we er zelf nog overheen te lopen met het schadebeeld wat we constateren? Klopt dat we de schades die wij kunnen constateren op het moment dat het zich voordoet, ook een beetje past bij de modellen die we hebben gedraaid. En eigenlijk denken wij dat we als team, met name deze leerervaring, gewoon moeten pakken. En ik denk eigenlijk zelf nog een stukje verder, allerlei andere proeven die we links en rechts in het land doen. Misschien moeten we daar ook wel veel meer actief bij betrokken worden, ook als inspecteurs, om die schadebeelden sneller en makkelijker te herkennen. Want als je een keer iets gezien hebt, zelf, persoonlijk, je eigen ervaring, ga je het ook veel makkelijker herkennen wanneer je de tweede of de derde keer weer eens een keer tegenkomt. En dan kun je veel eerder aan de bel trekken en beslissen wat het risico is en de juiste maatregelen erbij nemen. Even op een knopje duwen. En wanneer je het hebt over informatie, in eerste instantie denkt iedereen inderdaad aan data. We hebben in het huidige systeem hebben we ontiegelijk veel data nodig om onze keringen te beoordelen. En wat wij zien, dat we met die hele stapel data, maak je uiteindelijk een oordeel over je kering. Is die veilig of niet? Dat is één ding. Maar het andere is, we genereren ook data door bijvoorbeeld sensoren in de dijk te gooien. En zo heeft iedere datastroom een bepaalde verwachting dat als ik een proef uitvoer, dat die iets doet. Maar de ene keer is het visueel het eerste dat je de valmechanismes gaat opvallen. En de andere keer zul je dat met sensoren het beste doen. En wat wij eigenlijk willen zien is dat we eventjes gaan kijken met, hey, wat is doorgerekend? Wat geven de sensoren aan? En wat gaan wij nu visueel als inspecteurs aantreffen? En dat is even over elkaar heen leggen. Om op die manier enerzijds te leren van dit specifieke valmechanisme waarop we nu gaan de stresstest gaan doen. Waarmee valt hij het snelste op? Maar het andere is ook om gewoon even die leerervaring op te doen van klopt het model wel, kloppen sensoren wel en kloppen onze ogen wel. En als we dat ook weten, kunnen we ook in de beheerssituatie veel beter de inzichten genereren die we nodig hebben om al onze eigen dijken te beheren. Wij hebben namelijk een aantal interessante ervaringen opgedaan de laatste periode. Wijnand, kun je dat voorbeeld noemen wat bij jullie in het gebied aan de hand was? Ja. Met recente hoogwater in 2018, januari, op heel veel plekken hadden we daar zandmeevoerende wellen. Ook op plekken die volgens de toetsing en volgens de laatste beoordeling niet zouden kunnen zijn. Maar tegengesteld ook, we werden iedere keer naar dezelfde plek toegestuurd om daar te controleren op zandmeevoerende wellen. En die zaten er gewoon niet. Dus er zit dan een heel groot gat tussen praktijk en de theoretische benadering in alles en in de beoordeling. En ik denk dat
daar kunnen we heel veel van elkaar leren. Hè. Die gevallen die we nu hebben, die moeten wij ook onderzoeken. Maar ook zo'n polder, die biedt natuurlijk straks ook een hele mogelijkheid om dat te onderzoeken. Dus wij zien, tenminste als inspecteurs, zien we nog heel veel verschil tussen de praktijk en de theorie. En ook de nieuwe theorie nog steeds. Ja, en daarop aanhakende, ik werk zelf voor Rijkswaterstaat in Noord-Nederland, de Waddeneilanden. En daar hebben wij ook een aantal fenomenen gezien waarbij je denkt van, hé, wat is hier nou precies aan de hand? Wij zagen op één plek een beetje een terugschrijdende kust. En nou, alle modellen gaven aan, dat kan niet, of dat is een beetje raar, dat zal wel een meetfout wezen of een tijdelijk effect. En vervolgens, doordat wij vanuit onze inspectie zagen, maar hier gebeurt wel degelijk wat, hebben we daar extra monitoring opgezet in combinatie met extra inspecties. En die extra monitoring heeft wel degelijk wat interessante informatie opgeleverd. Namelijk, tijdens laag water is de golfbelasting veel hoger als dat iemand ooit uit de rekensom had gehaald. Omdat dat gewoon niet lekker in het model zit. Ja, daar kom je dus alleen maar achter als je de combinatie gaat maken. Wat zie ik buiten? Hoe zit het in het model? En durf het model ook kritisch tegen het licht te houden? Past met wat ik buiten zie ook daadwerkelijk wat de uitvoer is van de rekensom? En om die manier, zeg maar, enerzijds je inspectie beter te maken, maar anderzijds ook je modellen te verbeteren, zodat we steeds dichter bij de waarheid komen. Volgende, alsjeblieft. Dus wij hebben eigenlijk een aantal doelen. Eerst is natuurlijk het opdoen van die wedstrijdervaring. Van, een keer meemaken, een keer zien, een keer inspecteren op keringen die serieus belast worden met het doel ze te laten bezwijken. Wij willen ook als team, zeg maar, kijken van oké, wanneer we dit zouden doen, kunnen we dan ook in dat soort situaties die noodmaatregelen die we voor ogen hebben ook daadwerkelijk aanbrengen. En het andere is, en dat zie ik ook als unieke kans, om eens een keer de noodmaatregelen die we daadwerkelijk kunnen aanbrengen, of die ook daadwerkelijk aangebracht kunnen worden met de manieren zoals we die altijd oefenen en trainen. En daarnaast, en dat is wel iets wat wij ook hopen, dat we tijdens die proeven ook van elkaar kunnen leren dat het beeld wat wij buiten zien, dat we dat ook goed kunnen verdisconteren in het vertalen naar het risicobeeld van de kering. Dat is ook iets wat wij samen in Amerika hebben geleerd. Daar wordt een kering niet 100% doorgerekend als iedereen maar ligt. Maar er wordt uitgegaan van het ontwerp en vervolgens de prestaties die hij tijdens hoogwater heeft geleverd. De ene keer is het niet zo hoogwater geleverd en dan kun je rustig gaan slapen. Maar de andere keer hebben ze daar wel degelijk situaties die richting maatgevende waterstanden gaan. Als hij het dan gedaan heeft, dan weet je ook wel zeker dat het ontwerp en weet ik veel wat allemaal wel redelijk in het snotje zat. Dan de vraag aan jullie. Wat vinden jullie van het idee? En wie wil er meedoen? Ik vind het een heel leuk idee. Maar ik zou graag ook eventjes in herinnering willen roepen de Eikdijkproeven, waarbij ook gekeken is vanuit inspecties of in die bezwijkfase er ook bijzonderheden, zeg maar, gesignaleerd konden worden. Dus mijn nieuwsgierigheid is vooral ook, wat heeft dat opgeleverd? En hoe kan dat, zeg maar, dit programma nog weer aanvullen? Ja, ik weet niet, die resultaten ken ik niet, Gerard. Kan ik geen antwoord opgeven, maar misschien iemand anders in de zaal wel, dat zal ik niet weten. Maar zeker zo daarvan moeten leren. Hè. Er werd in het begin ook al gezegd, je moet leren van elkaars proeven en dan de proeven weer beter te verbeteren. Maar toch, wel eens een boezemkade doorbraak meegemaakt. En het grappige is van die doorbraak, dat die zich ook aankondigde. In de zin van, hij maakt heel veel geluid. He, dus op het moment dat je krakend geluid hoort,
dan betekent het gewoon hard weglopen. En een andere ervaring is gewoon heel erg trillen. En dus de grond begint inderdaad zo te, als het ware los te komen. Nou, dan moet je ook wegwezen. Ja, maar ik wil graag ervoor wat herkennen en zien dat ik die waarschuwing uit kan laten. In die zin merk je dus dat de dijk als het ware signalen afgeeft van, jongens, dit is serieus, wegwezen. Of iets anders. Ja, nou, alleen weer een vraag van de Eindijkproef. Het kwam vorige week nog in. We waren wel te gast bij de Eemdijkproef, een recente damwalproef die bij net boven Amersfoort is uitgevoerd. En daar werd ook als bevinding gezegd dat, net voordat de dijk doorbrak, dat de waterspanning ontzettend naar beneden kukelde. Ja, als een soort, en dat was een aantal uren voor daadwerkelijk bezwijken. Dus dat is ook zo'n gemeten indicatie vooraf. Waarbij je dus zegt van, hé, er is iets aan de hand. Het kon niet direct verklaard worden waarom dat zo was, maar het was wel een voorloper op het bezwijken van de dijk. Dat zou je moeten, dat zou je ophangen aan wat je dan buiten kan zien. Ja. Maar wat natuurlijk ook belangrijk blijft, dat is de veiligheid van de mensen. He, dus in die zin is het heel erg belangrijk om dat aspect, zeg maar, niet te vergeten. Want dat gaat voor. Nou, maar dat is ook een van de dingen die wij willen leren en afstemmen. Inderdaad, van wanneer loop je ergens en dan ga je denken van, ben ik safe? En als je dat weet, dan kun je dat ook op een gegeven moment voor de beheerders op een wijze manier gaan protocoleren. Volgens mij had Arthur ook nog een vraagje. Even in relatie met het signaleren van al die verschillende wellen en kwellen. Ben ik bezig in het Utrechtse met infraroodmetingen. En dan kun je echt wel heel veel meer zien dan met het normale blote oog. Dat is echt geweldig. Dus ik zou zeggen, maak van de nieuwe technieken alsjeblieft gebruik. En ook als je een dijk gaat beproeven, dan zou je misschien met 3D-metingen kunnen monitoren, zodat je dus dat later veel beter en nauwkeuriger kan analyseren. Dan heb je veel nauwkeurigere informatie waar je aan kan refereren. Ja, klopt. Wij hebben tijdens het afgelopen orgaan ook met een drone gevolgd, ook met infraroodbeelden. Je zag daar inderdaad wel stukjes, met name ook in de kolk, waar echt wel warm water naar boven kwam. Dat was natuurlijk een heel mooi verzameling die we daar hadden. Maar vervolgens waren er weer soms andere weer dermate slecht, dat kun je niet opbrengen. Plus dat we ook dieper in de kolken, we hebben nu 2 weken geleden zo'n beetje denk ik, hebben we nog weer met een bootje in de kolk geweest, waar wij geen goed gevoel bij hebben, zeg maar. We zien altijd luchtballetjes opkomen. Daar zijn we in geweest en dan zagen we op de bodem toch nog weer een heel grote zand, die voelde wel van 2 meter. Dus je moet ook dieper durven te kijken, maar inderdaad, die technieken die zouden ons zeker kunnen helpen, absoluut. Kijken, passen ze bij elkaar, kunnen ze elkaar versterken misschien wel, zodat we een duidelijk beeld krijgen. En ook in relatie met onze inspectie, hè, wat wij zien buiten met de inspecties van, we denken dat hier wat aan de hand is. Dan kunnen we heel gericht ook daar zoeken en die hulpmiddelen op inzetten. We hebben destijds ook met Defensie getest met deining en doorbraak. Met de scanning ook, die kan op 2 kilometer hoogte, kan die perfecte beelden maken en die ziet ook gewoon heel veel dingen. En op het grote gebied, want hoe hoger de waterstand was, hoe meer kwel dat er komt. Hoe minder makkelijk wij als inspecteurs in het gebied kunnen komen. Hè. Dus de waterstand wordt hoger en wij worden steeds meer beperkt in het inspecteren. Dus dan moeten we misschien ook wel steeds meer zoeken naar die technieken die ons van bovenaf of van welke kant dan ook kunnen assisteren. Maar ik denk dat het een hele mooie combinatie moet zijn tussen beide. Zeker in eerste instantie, maar ook een combinatie naar de meterreeks. En van wat zien we nu en wat gebeurt er nu in de modellen en wat gebeurt er nu met de sensoren. Daar kunnen wij alleen maar sterker van worden en beter van worden. En, ja, ik zie dat als een perfecte kans. Om twee te maken en pas wat poppen worden. Mooie combinaties misschien. Ja? Ja. Misschien een mooi moment om even naar de tweede deel van de presentatie te gaan. En dan houden we de vragenronde voor straks nog eventjes.